eigenlijk non-don waren. De religie was non-don, ambachtelijkheid ook niet. En de traditie, je mocht eigenlijk niet terugkijken, je moest vooruitkijken. We hebben het provocerende als uitgangspunt genomen. En in die zin waren wij altijd toch even toe, als ik even toe ben, waren wij toch wel een beetje de tijd vooruit. Omdat, ja, ook omdat je natuurlijk, we werken ook wel voor een deel bekend. Nou ja, dat is dan ook vaak, als je door de vakvoerders eigenlijk niet getolereerd wordt, terwijl in de kunst zou het eigenlijk alles moeten kunnen, dan zegt het natuurlijk wel iets over het spanningsgebied. En met name de kunst had natuurlijk de hele maatschappij, maar met name de kunstenaars hadden natuurlijk het hele geloof afgesproken in de jaren 60 en 70. Dus als je ineens weer met Maria en Jezus komt, ja, dan ben je repressief, hè, of dan ben je reactionair. Maar het was een heel mooi avontuur en inderdaad, wat ik zeg, zoals elk popbandje, dat de, ja, je hebt de zanger en die schrijft meestal de teksten. En dan heb je de drummer en de gitarist. En niemand is meer of minder, je bent samen en je bewierookt elkaar en dan heb je een mooi avontuur. Maar op een bepaald moment moet iedereen weer zijn eigen weg gaan, hè? Blijkbaar. Ja, maar wel na een inhoudelijk geschil, hoor. Dat is wel. En dat is maar, het is maar goed ook. Ja, ik kan wel iets zeggen, maar dat is niet voor een ander te kelden. Ik was wel iets te... Zegt u? Nee, wij waren ook juist, wij waren en zijn kunstenaars in onze subsidie. Omdat, ja, dat u... Dit wil iemand wel boven de bank hangen. Dus op zich hebben wij daar nooit over nagedacht. En dat had ik ook gedacht. Hè. Je kunt eerder een installatie maken en een bepaald concept op de. Als ik chargeer een hele museumzaal in steden vol spaghetti. Maar goed, ik wil het niet belachelijk maken. Maar toch, daar kun je misschien Baudrillard of Foucault over citeren. En dat is natuurlijk wel subsidiaal. Dat bestaat niet bij vraag en aanbod. Maar goed, het is natuurlijk haak en ogen aan beide partijen. Dit kan tot verveling en kitsch leiden. En een concept kan leiden tot een grote mond zonder inhoud. Maar het zijn de gevaren die überhaupt natuurlijk aanwezig zijn, altijd en overal. Dankjewel.